Muhammara, dat ga ik sowieso vandaag maken. Dat is een lekkere paprika dip. Daarbij komen wraps met veel wokgroenten, vegetarisch gehakt, lekker wat knoflook. En daar heb je voor nodig 100% plantaardig kruim gehakt, een handje walnoten, een pot gegrilde paprika, een bosje platte peterselie, wat knoflook, balsamico azijn, Cambodjaanse wokgroenten en tortillas. Ik heb de oven voorverwarmd op de grillstand en ik ga beginnen met het bakken van het vegetarische plantaardige kruim gehakt. Dat is gemaakt op basis van soja. Maar toch is het wel lekker als je dat nog even een goede tik geeft in een hete pan. En die kun je natuurlijk ook gewoon verder nog kruiden met specerijen. Ik ga vandaag knoflook toevoegen. Ik bak hem in wat olie. Ik maak vandaag een vega wrap. En terwijl dit staat te bakken en te spetteren, heb ik hier nog een pan op het vuur staan. Daar ga ik een handje walnoten in roosteren. Ongeveer 50 gram, dus dat is gewoon een flinke hand. Ik denk zoiets. En terwijl de walnoten staan te roosteren, heb ik hier een pot met gegrilde rode paprika. En die zijn natuurlijk altijd hartstikke handig om in je keukenkastje te hebben. Omdat ze natuurlijk heel lang houdbaar zijn en vaak heel veel smaak aan gerechten afgeven. Als je een keer tijd hebt, kun je natuurlijk je eigen paprika roosteren. Zo ingewikkeld is het niet. Je doet gewoon een hele paprika in zijn geheel in de oven. Dan laat je hem helemaal zwart blakeren. En dan dek je hem af in een kom met wat plastic folie. Echt even een minuut of 10 laten staan en dan kun je eigenlijk het schilletje er zo afpellen. En dan heb je ongeveer dit. Maar ja, makkelijk is het natuurlijk wel. Vaak zijn deze dingen potten ook nog een beetje op smaak gebracht. Er zit ook meestal nog een klein knoflookteentje in. Dat is nu ook, soms ook nog wat specerijen. En die knoflookteen die ga ik ook gewoon gebruiken. Daar zit lekker veel smaak aan. Eventjes kijken hoe het bij het gehakt en de noten gaat. Nou, dat gaat nog wel eventjes. Ik schep de rode paprika's vast in een hoge maatbeker. Ik ga vandaag een dip maken. Muhammara. Misschien ken je hem al. Je kan hem namelijk ook kant-en-klaar kopen. Ja, eerst had iedereen natuurlijk altijd hummus in huis. En je hebt natuurlijk ontelbaar veel soorten hummus inmiddels. Je had eerst gewoon de standaard kikkererwten hummus. Maar daarna gingen ze er smaakjes aan toevoegen. Er kwam de harissa hummus, kwam de bieten hummus, de limoen hummus, de koriander hummus. Je wordt er een beetje mee doodgegooid. Dus het wordt tijd voor iets nieuws. En dat is wat mij betreft de Muhammara. Ook een heerlijke dip. Gemaakt op basis van rode paprika. Er gaat meestal granaatappelmelasse door. Dat is een soort hele intense granaatappelsiroop. Niet te verwarren met de grenadine die je gewoon als limonade drinkt. Maar die is nogal moeilijk te krijgen. Dus wij voegen vandaag balsamico toe. Er gaan noten doorheen. Namelijk walnoten. Dus die schep ik er ook vast bij. Er gaat één knoflookteentje bij. Ook al zit er al eentje in. We gaan er gewoon lekker nog een toevoegen. Muhammara komt oorspronkelijk uit Syrië. Maar inmiddels wordt het ook wel in heel de Arabische wereld gegeten. En het is echt heel lekker om met wat platbrood te eten. Of bij een stukje vis. Of in dit geval bij een wrap. Of als je een borrelplank maakt, zet je er gewoon een bakje bij. Dan een paar takjes peterselie. Ik doe er niet te veel. Want ik wil dat die muhammara mooi rood blijft. Je kunt het altijd nog garneren met wat extra peterselie. Het vuur kan hier ietsjes omlaag, dat gaat goed. Dan dus wat ik al zei, de balsamico azijn heeft natuurlijk wel een beetje een andere smaak dan de granaatappelmelasse. Maar het heeft wel diezelfde zure, volle smaak. En mocht je nou echt een keer zin hebben, wat je ook kunt doen, is granaatappelsap inkoken met suiker en een beetje citroensap. Dan krijg je ook iets wat in de buurt komt van die granaatappelmelassen. Ik voeg er ook nog wat olijfolie aan toe.
ongeveer 4 eetlepels. Gewoon een goede scheut. En een klein beetje zout en peper. En dan de staafmixer. Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt hem of helemaal glad pureren of je kunt hem wat grover houden. En wil je nou helemaal Otto Lengi style, dan doe je hem helemaal in de vijzel. Dan krijg je toch weer net een beetje een andere structuur. En dit is hem eigenlijk alweer. Ik ga hem even proeven. Oh, ik word hier heel blij van. Lekker een beetje zuurig. En je proeft die zoete paprika. Die balsamico zijn proef je ook echt wel goed. En natuurlijk de knoflook. Heel erg lekker. Dan heb ik hier ook nog wat smaakmakers aan toe te voegen. Ik begin sowieso met een teentje knoflook. En mocht je het in huis hebben, waar ik zelf ongelooflijk fan van ben, is gerookt paprika poeder. Dat is ook wel echt heel lekker om dat nu bij dat kruimgehakt mee te bakken. Misschien ook nog een beetje chili poeder om hem een beetje extra pit te geven. Ik maak vandaag even de basic variant. Maar als je bent zoals ik, dan heb je misschien thuis ook nog wel wat specerijen in een kastje staan. En het is altijd wel heel lekker om daar nog wat van toe te voegen. Gewoon een klein snufje. Wat je altijd kunt doen is even proeven om te kijken of het de smaak heeft die je wilt. En dan gewoon lekker variëren. Maak die specerijen eens een keer op, want die staan vaak maanden achter elkaar in die kastjes. Dan heb ik hier wokgroenten. Die gaan zo bij het kruim gehakt. En ik voeg een beetje zout en peper toe. Die wokgroenten die schep ik even om. Er zit in gele peen, pultjes, taugé, rode paprika. Het is mooi kleurrijk. Die roerbakgroenten die zijn inmiddels wat zachter geworden. Ik zet het vuur uit, want ik hou van knappere groenten. Dus ik wil ze nooit te lang garen. En al helemaal niet als er taugé in zit. Want ik doe zelfs de taugé altijd alleen maar heel kort overgieten met een beetje kokend water. En dan verder verwerken in het gerecht. Maar ja, als het in een zak wokgroente is, zit, dan wordt dat natuurlijk een beetje lastig. Dus vuur uit en klaar. Ik heb hier tortilla wraps. En mijn idee was eigenlijk om de wraps in te smeren met wat van de muhammara. En dan uiteindelijk op te rollen met de groenten tot een soort burrito's. En dan ze nog even kort in de overgril te doen. Dat doe ik door ongeveer 1 eetlepel van de dip over de tortilla heen te smeren. Dan gaat er wat groente overheen. En bij het rollen van burrito's moet je altijd wel voorzichtig zijn dat je niet te gulzig bent. Want jullie hebben het vast allemaal thuis ook wel eens gehad. Dan maak je zo'n wrap. Gooi je dan helemaal vol, omdat er allemaal lekkere dingen op tafel staan die daar heel goed in passen. En probeer hem dan nog maar eens op te eten. Nou, dus een beetje zuinig met de groenten. Wat ik dan doe, ik vouw 1 helft over de groenten heen. Ik trek het eigenlijk een beetje soort van strak. Dan gaan de flapjes naar binnen. De pultjes moeten er ook in. En dan rol ik hem zo, hoppatee, tot een burrito. En die leg ik op het bakpapier, op het vouwvlak. Nou, en dat herhaal ik natuurlijk met alle wraps. Yes! De burritos, die het inmiddels zijn geworden, kunnen de oven in. 4 minuutjes hoor, niet zo heel erg lang. Maar dan warmen ze weer even goed op. En dan worden het lekkere hapklare hapjes die we straks in deze schaal gaan serveren. Ik schep hier vast even de rest van de dip in. Want wat dan het idee is, is dat je zo'n schaal op tafel zet met die dip in het midden. Dat is een perfecte vrijdaghap. Je
kan gewoon lekker zo'n wrapje eten. Die dip je nog een beetje in de paprika dip. Je kunt het zelfs nog gewoon op de bank eten wat mij betreft. Heerlijk. Deze gaat in de schaal. En dan heb ik hier nog wat bladpeterselie over. Die ga ik gewoon grof plukken en eroverheen verdelen. Eigenlijk bijna als een soort groente. Garnering. Nou, de bladpeterselie, daar ben ik nog even mee bezig. Ondertussen ga ik je vast vertellen wat ik morgen ga maken. Dan maak ik een vega Caesar salad. Ik ga krokante croutons bakken in de oven met veel Parmezaanse kaas. Ik ga een vet lekkere dressing maken met gegrilde bosui. Er komt een 6 minuten eitje bij. En ik bak 100% plantaardige nuggets krokant. Een goed gevulde saladebus. Jee, het is geplukt. Ga ik eens even kijken hoe het bij de burrito staat. Oh, dat gaat lekker snel onder zo'n grill, dat is fijn. Klein beetje bruin. Mooi warm. Dat moeten we hebben. Wat ik zelf wel altijd heel lekker vind en ook er mooi uit vind zien, is om die wraps te halveren en dan rechtop in een schaal te zetten. Want kijk, daar komt hij. Ziet er toch leuk uit. Pak de schaal er even bij. En dan zet ik ze er rechtop in, zodat je het bovenkant mooi kan zien. Moet je wel een beetje vuurvaste vingers hebben. Lijkt je dit wat, Sjanne? Nou, heerlijk. Dus ik kan het ook met een lunch serveren. Ik vind hem zo mooi vol. Deze is toch niet zo heel mooi gelukt, dus die laat ik lekker liggen. Die eet ik zo gewoon zelf op. Dan verdeel ik er nog wat peterselie overheen. Voor de kleur. En misschien als laatste nog een klein beetje olijfolie over de muhammada. Dat doe ik zelf ook altijd bij de hummus. Gaat die mooi van glanzen en dat geeft toch lekker weer wat smaak. Ik vind het een prachtige schaal. Kijk dan. Een heerlijke zelfgemaakte paprika dip met heel veel gegrilde paprika, knoflook, geroosterde walnoten, olijfolie en een beetje peterselie. En die wrapjes die heb ik gemaakt met tortilla's, veel wokgroenten, vegetarisch kruim gehakt en ook lekker besmeerd met die lekkere muhammada.